Welkom terug bij die oordenking. Soos ek sê, ons is bezig met Lent, met Lijdenstijd op pad naar Paasfeest toe. En ons kyk hierdie week bykie na Jesus' verhaal waar hy in die woestijn ingegaan het, dier die Heilige Geest gelei is in die woestijn in, en dan dier die duivel versoek is. Nou gister het ons gekyk na, ons moet stil word en luister, want dit was wat Jesus gedoen het en dis hoe hy kon hoor wat Godse plan vir hom is en dis hoe hy die duivel kon weerstaan en versoeken kon weerstaan. Maar ek en jy sukkel om te luister, omdat ons constant bezig is. Die wereld verwag het van ons om die hele tijd bezig te wees met klomp dinge, en die hele tijd raakt het ons net al hoe beziger, want stilte is voor ons ongemakkelijk. Zelfs nou, net die bykie waar ek stil geblei het, het jy misschien vannacht naar jou rekenaar toe gegaan en gesê, maar wat, hak hy vast? Die cameraman sê, maar wat gebeur nou? Hoekom hou hy op? Het die band opgehou opneem? Wat gaan aan? Sien stilte maak het vir ons ongemakkelijk. Dit is iets wat ons niet geniet nie. Nou, selfs in hierdie verhaal sien ons hoe die duivel Jesus probeer bezig hou. En gister het ons gelees Matteus 4, die hele stuk, en jy moet het een paar keer lees, maar as jy Matteus 4 vers 5 tot 10 gaan lees, sien jy hoeveel keer die duivel kom? Hy kom 3 keer, hy toets en versoek Jesus en dan stee die skrif en daarna die duivel die volgende ding begin. Eerst die klippe en toe vat hem naar die hoge bergtes toe en toe vat hem naar afgrond toe. So die duivel hou ook vir Jesus bezig, die hele tijd constant. Want sien, wanneer ons bezig raak, kan ons niet luisteren wat God vir ons sê nie. Ons kan niet doen dit wat God vir ons probeer sê en hoor en het inneem nie. En Jesus beseft het ook in hierdie tekst, waar die duivel hom constant bezig hou. Jy sukkel misschien, soos baie van ons, met stilte tyd. Jy sukkel om te luister en om net vir 'n oomblik, want selfs 3 minute se stilte voel lank. En jy voel, man, nou het ek alles gesê wat ek wil, hoe lang nog moet ek hier sit? Leer nie vandag bietjie oefen en jouself afsonder en in die woestijn gaan sit en net stil wees nie. En net luister en probeer om te sê, Here, ek lees hierdie stuk en nou gaan ek niks sê of doen nie en net hoor wat U vir ons wil sê. En kyk wat het is wat God in jou hart losmaak. Kijk waar het is, wat is die dinge wat jou misschien weghou om stil te word. Misschien is het iets bij jou werk, misschien is het jou ritme elke dag by die huis en dan werk toe. Misschien moet je iets verander, zodat je rustiger kan worden en niet zo bezig nie, zodat je kan stil word. So probeer vandaag om te bykie evalueer hoe jou week loop. Wat is jou dagelijkse ritme van opstaan tot gaan slaap en waar kan je meer tijd in werken om stil te word en net bykie te hoor wat God veel wil sê. Kom ons bid saam. Here, stilte is vir ons ongemakkelijk, omdat het in vandaagse tijd niet iets is wat ons ken nie. Dat mag niet stil te wees nie. Daar moet altijd of een radio iewers aanwees, of een liedjie speel, of gedreun van een kar, of een wasmachine in die achtergrond, of iets moet gebeuren, want stilte bring ongemakkelijkheid. Mag stilte voor ons weer een plek van veiligheid worden. Mag stilte weer een plek worden waar ons niet bang is om in die woestijn in te gaan nie, omdat die stilte ons gaan oorweldig nie. Mag ons vandaag en in die tijd voor en toe stilte geniet, en net stil word by U om te hoor wat U vir ons wil sê. Here, wys vir ons die dinge wat ons te besig hou om stil te word by U. Wys vir ons waar is ons ritmes verkeerd van ons alledaagse beplanning en dinge doen wat ons keer om by U uit te kom. En mag ons wegkom van hierdie besige, compulsieve besige lewe en net regtig by U kom rus. Here, help ons daarin en dankie dat U ons ontmoet waar ons is en wanneer ons by U kom sit. Is hier soveel geduld en liefde wat op ons toesak. Ons prys hier daarvoor in Jesus naam. Amen. Sterkte en word stil vandag en probeer wegkom van hierdie besige lewe waarin ons allemaal van deel is. Ons praat môre verder. Tot ziens.